Energie maakt deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken de hele dag door elektriciteit. De airco is bijna altijd aan en ook de koelkast, televisie en andere apparaten. We zijn er gewend aan geraakt, maar is het wel zo gewoon? Wat als de stroom uitvalt? Een kleine storing kan grote gevolgen hebben. Vliegtuigen kunnen niet opstijgen, kantoren moeten sluiten, ziekenhuizen moeten over op noodaggregaten en stoplichten zullen niet meer werken. Een betrouwbaar stroomnetwerk is onmisbaar voor Aruba. Daarom is het de taak van WEB om een betrouwbaar, efficiënt en stabiel product af te leveren. Hier werken we aan, dag in, dag uit. Het is voor WEB Aruba dan ook heel duidelijk wat de doelen zijn. We willen een betrouwbare energieleverancier zijn. We willen een stabiel netwerk bieden. En tot slot, we willen elektriciteit produceren met duurzame energie. Op Aruba werd tot voor kort energie geproduceerd met fossiele brandstoffen. Fossiele brandstof is schaars en daardoor ook duur. Met stijgende energieprijzen als gevolg. En daar blijft het niet bij. Er komt een tijd dat de fossiele brandstof opraakt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het negatieve effect op het milieu. En over de grote hoeveelheid CO2-uitstoot die fossiele brandstof veroorzaakt. WEB Aruba wil niet alleen maar betaalbare energie leveren. We voelen ons ook verantwoordelijk voor het milieu. Niet alleen op dit moment, maar we denken ook aan de toekomst en de volgende generatie. Dat betekent dat WEB nieuwe wegen moet bewandelen, alternatieve vormen van energie moet zoeken. En dat is goed mogelijk op Aruba. Hier schijnt de zon altijd en vaak waait er een flinke wind. Als het mogelijk is, gaan we over op groene energie. Dit is onderdeel van een groter plan, namelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van energieproductie in het jaar 2020. Samen zijn we op weg naar een duurzamer Aruba. Het produceren van energie zonder brandstof is nog niet mogelijk. Er is nog een lange weg te gaan voordat we fossiele brandstoffen kunnen vervangen door duurzame energie. Op een betaalbare en betrouwbare manier. In de tussentijd gebruikt WEB de ultieme mix van fossiele brandstof en duurzame energie voor productie van energie en water. De eerste stap was het efficiënter maken van het productieproces met fossiele brandstof. De toepassing van nieuwe technologieën en machines, zoals SWRO en RACIP, hebben geleid tot een forse daling van de benodigde hoeveelheid fossiele brandstof voor evenveel energie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het is ook voordeliger, waardoor de energiekosten daalden. Maar we gebruiken ook al wel duurzame energie. Sinds 2009 wordt 14% van Aruba's energieproductie gehaald uit het windpark Vader Piet. Met de bouw van een tweede windpark bij Urirama komt daar nog eens 16% bij. Maakt samen 30%. Natuurlijk kunnen we ook profiteren van de alternatieve energiebron, de zon. Een grootschalig solarpark zal 3% van onze totale vraag naar energie leveren. Zon, wind en afval. Afval, daar heeft Aruba ook genoeg van. Tonnen per jaar. En wat er geproduceerd wordt op Aruba, blijft op Aruba. We zouden dus net zo goed iets zinnigs met dat afval kunnen doen. We moeten het wegkrijgen. En tegelijkertijd duurzame energie produceren. Maar hoe? Met een biogasfabriek. In ketels waar het 1000 graden wordt, zullen we jaarlijks 24.000 ton huisafval verbranden. Met het biogas wat ontstaat tijdens de verbranding, creëren we energie. Dit biogas levert ongeveer 2% van de totale hoeveelheid energie. Maar dat deel zal fors stijgen in de nabije toekomst. Energieproductie is één ding. Maar het is ingewikkeld om alle verschillende bronnen van energie samen te brengen in één netwerk. Een stabiel en betrouwbaar netwerk is echt noodzakelijk. Door middel van innovatieve machines, geraffineerde processen en uitgebreide automatisering. WEB Aruba zorgt ervoor dat het netwerk altijd klaar is voor welke energie-eis dan ook. Non-stop 24/7. Duurzaam, betrouwbaar en efficiënt. We hebben niet altijd dezelfde hoeveelheid energie op hetzelfde moment nodig. De vraag fluctueert. Verspilling is zonde
Dus we slaan de energie op die we nu niet nodig hebben. In samenwerking met een internationaal bedrijf lanceert WEB een project om verspilling tegen te gaan. Het principe is simpel. Als je energie over hebt tijdens de daluren, bewaar het dan voor de piekuren. We bewaren deze energie in zee. Als we de opgeslagen energie nodig hebben, halen we het uit de opslag en laten we het in ons netwerk stromen. Zoals je kunt zien, werken we hard aan een duurzaam Aruba. 7 grote projecten lopen al of staan op het punt van starten. WEB Aruba houdt het verloop nauwkeurig in de gaten en heeft contact met ingenieurs van over de hele wereld. Innovatieve productietechnieken zoals getijdenstroom en ijsopslag zijn al binnen handbereik. Aruba is maar een klein puntje op de wereld, maar internationale ogen zijn op ons gericht. Geen enkel ander Caribisch land heeft zich zo ver ontwikkeld op het gebied van energie, efficiëntie en duurzaamheid. Aruba zal het eerste Caribische land zijn wat energie onder water opslaat en zelfs het tweede land ter wereld op dit gebied. WEB Aruba grijpt de kans om te innoveren, maar altijd met dezelfde gedachte: het produceren van duurzame energie op een betaalbare, betrouwbare manier. Wij staan garant voor een stabiel netwerk. WEB Aruba creëert een duurzaam Aruba voor de komende generaties. WEB Aruba, semper ribagé.